dacht ik. Ja. Ik denk dat mensen niet beseffen hier in België op welke manier dat er daar nog maar aan gezondheid wordt gedaan en dat de basisgezondheidszorg, de eerste lijn, dat dat zeer beperkt is, dat je daarvan heel ver moet komen, dat er dan toevallig nog een dokter moet aanwezig zijn, want iemand die goed opgeleid is, die blijft niet in het op het platteland. Alles start bij voldoende centen, vandaar dat wij absoluut moeten zorgen dat we aan onze 0,7% geraken, dat we eigenlijk doen wat we internationaal hebben beloofd, 0,7% van onze welvaart afstaan voor de derde wereld. Dat is eigenlijk het minste wat je kan verwachten van een beschaafd land. Soms denk ik van, je kunt overal Coca-Cola krijgen ter wereld, zelfs in de diepste broesten steekt op die Coca-Cola-wagens ook wat voorbehoedsmiddelen en laat dat meepakken. Ik weet onder andere dat Coca-Cola daaraan werkt, om ook op die manier eigenlijk tot bij de mensen te brengen en er gebruik van te maken en erover te spreken. Dat is heel, heel belangrijk. Vandaag.